te gaan voor de 1400 klasse. Stefan Aris, Rob Mulder, Danny Bos, Sven de Jong, Raymond de Haan, Wim Haaier. Die zijn allemaal onderweg naar voren toe om te kijken of dat ze nog wat kunnen betekenen. Natuurlijk groot weg. Michel Hendricks die volgens mij in de auto 44 zit van Haaier, Wim Haaier eigenlijk. Even een spannende situatie daar, zo met 4-5 man dicht bij elkaar over het rechtstuk heen richting die derde, vierde bocht. Gaat allemaal goed gelukkig. Ondertussen heeft Sven de Jong de leiding genomen, Stalknecht dus op de tweede plaats. De 44 is dus van Michel Hendricks denk ik op de tweede plaats, de derde plaats nog. Danny Bos daar nu naast. Stefan Aris die dan naar binnen toe probeert te komen. Ja, daar zit Raymond de Haan dan ook alweer. Rob Mulder die aan de buitenkant van Stefan Aris zit. Zo raakt Stefan Aris ook weer opgesloten. Ja, met vier man richting de bocht. Het past bijna. Je hoorde even klefboom klein, maar het gaat allemaal goed. Niemand gaat de muren in en iedereen kan zijn weg vervolgen. Even alleen wat verfboeren op een blikwissel. Dus valt het zo te zien mee. Sven de Jong dus op de eerste plaats. Stalknecht op Stefan plaats 2. Op 3 is het dan Danny Bos. Op 4 Raymond de Haan. 5e is Stefan Aris. 6e Rob Mulder. 7e is het dan Wim Haaier. En 8e is dan Michel Hendricks. Maar voor de man die is er op dit moment voor Sven de Jong dus niks in de hand. Dan heeft hij het prima voor elkaar. Ook Danny Bos die heeft het goed voor elkaar. Heeft de derde plek ingewisseld voor een tweede plek. Eens kijken of dat Stalknecht het vol kan houden. Om ja, tot de finish zeg maar de derde plaats vast te houden. En de ronde hebben we nog 500 te rijden. Gaat Rob Mulder nog een aanval plaatsen? Ja, dat wil hij wel bij Raymond de Haan, maar dat lukt nog niet meteen. Stefan Aris komt nu bij Stalknecht. En dan gaan we dus kijken of de derde plaats nog veilig is of niet. Sven de Jong nog 400 te rijden. Ook 4 ronden natuurlijk voor Danny Bos. En dan Stefan Aris die probeert die derde plaats te pakken. Maar Stalknecht remt zich aan de binnenkant er weer naast. Neemt niet zomaar op. Dus Stefan Aris zal iets meer zijn best moeten doen. Is er nu wel voor. Kan ook de binnenkant dichtknijpen voor Stalknecht. En heeft dus de derde plaats nu uiteindelijk toch in handen. Stalknecht dan in de vent met Rob Mulder en Raymond de Haan. Twee ronden voor Sven de Jong. Rob Mulder dan aan de binnenkant bij Stalknecht voorbij. Terwijl de Haan buitenop kwam. Nu zijn Mulder en de Haan met elkaar weer in gevecht. De laatste ronde die gaat in voor Sven de Jong. Danny Bos. Stefan Arends. Rob Mulder die dan toch doorgekomen is, doorgeschoten is naar die vierde plaats. De Haan. De vierde plaats is van die Rob Mulder en Raymond de Haan op plaats 5. Monteurs en iedereen die altijd klaar staat, hartstikke bedankt. Kijk, dan zijn we toch weer helemaal op. Goed gedaan, netjes. Danny, kom nog heel even kort bij jou. Twee keer op één. Zo, yeah.
Yeah.